zeg altijd tegen mensen, tot aan mijn laatste dag, ja, leer ik. Ik ben oprechte nieuwsgierigheid van wie ben je, wie heb ik tegenover me. Ik werk sinds 4 jaar bij de Hogeschool Leiden. Nou, ik wist dat ik in een omgeving zou komen waar ik kan ontdekken waar ik voor sta, het leven lang leren, dat mij hier zou lukken. Na 20 jaar in het mbo te hebben gewerkt, dacht ik, nou, daar kan ik mijn bijdrage aan leveren. Om in ieder geval studenten te inspireren, te gaan kiezen voor in de toekomst eventueel docent te gaan worden. Waar mijn hart ook enorm ligt, is dat stukje diversiteit en inclusie. Wie heb je voor je en wie zijn ze als mens? Mensen hebben het idee van, je bent docent, dat je alleen maar kennis aan het overdragen bent. Dat is niet meer van, zo ben ik zelf ook opgeleid, maar dat is niet meer van deze tijd. Wij zijn een leergemeenschap. En binnen een leergemeenschap wil dat zeggen dat je niet als docent autoritair zit en zegt je gaat het even doen. Nee, je leert samen met je collega's, maar ook samen met de studenten. Ik ben geen wereldverbeteraar. Dat pretendeer ik niet. Maar ik kijk naast het feit dat we hier in een schoolgebouw zitten, is er nog een samenleving naast ons. Dus hoe zorgen we ervoor dat het wel samen met elkaar gaan doen. Ik kan je zeggen dat je hier in Leiden krijg je echt veel mogelijkheden. En dat mag met vallen en opstaan. Ik kan niet omschrijven hoe fijn ik het vind in een omgeving waar je eigenlijk, wat ik altijd tegen mijn collega's ook zeg, het is gewoon een warm bad. Ja. Wat ik in het begin ook heb gedaan is eigenlijk ook hybride werken. Weet je, dan deed ik als ZZP'er coach klussen en daarnaast ook hier in Leiden werken. En dat kan goed samen. Dus mensen die vanuit het bedrijfsleven de keuze zouden maken om docent te gaan worden, is juist interessant.